Werkt hij, Martijn? Hij werkt. Doet hij het? Hij doet het helemaal. En dat is maar goed ook, want we hebben iets te vertellen. Ja. Wat hebben we te vertellen? Het doel van deze hele training, van dit hele ontwikkelprogramma. Dus wat is volgens jou nou het doel, het belangrijkste wat we nastreven, wat we beloven, waar we voor gaan? Waar wij voor gaan is dat er heel veel professionals zijn die hun werk met alle liefde en plezier uitvoeren. Mm-hmm. Maar die ook merken van er wordt wat meer van mij verwacht dan alleen het inhoudelijke werk wat ik doe. En daar is toch een stuk verdieping nodig. En vandaar dat wij hebben bedacht, daar gaan wij een training voor verzinnen. Maar ik vraag maar wat bedoel je met een professional moet zijn werk toch gewoon goed doen? Dus waar hebben we het dan over? Want... Nou, dan hebben we het over het gegeven dat werk uitvoeren alleen niet genoeg is. De professional wil daarin ook de mensen meenemen, de collega's, zich lekker voelen, werk doen wat bij hem of haar past. Dat bedoel ik dan. Oké, dus ik kan me ook voorstellen, een soort mentorfunctie, dat je, financieel boekhouder bent en merkt van, hey, mensen in mijn team, die kijken naar mij, vraagstukken, hoe kijk ik daar tegenaan? Ik moet eigen mensen ook gaan inwerken. De directie vraagt ook aan mij van, goh, maar kun je ook even goed onderbouwen waarom we deze beleidskeuze moeten maken? Waarvan je dan denkt, help, maar ik ben gewoon boekhouder en laat me maar gewoon boekhouden. Maar er wordt meer vereist, meer verwacht dan dat je, ja, waarvoor je opgeleid bent, om maar eens even zo te zeggen. En daar, voor mij is het belangrijkste, daar ga je een fundamentele stap in zetten. In ontwikkeling. Dus niet sec in je vak, maar in je mens zijn, in je professional. En dat verbreden, verdiepen. En merken van, ja, ik word misschien wel volwassener daarin. Ja, meer senioriteit. Senioriteit. Je ja. Dus heb je het lef? Wil jij daarin stappen zetten in je persoonlijke ontwikkeling? Kijk dan eens op onze site, want daar vind je meer informatie waarom vooral jij deze training zou moeten kunnen volgen bij ons. Ja, en wees gewaarschuwd. Het is echt een confrontatie met jezelf, met hoe je dat doet. En ik durf je te garanderen, na een jaar kom je er anders uit dan dat je erin gaat. Maar wel gelukkiger, wel prettiger, ook voor je omgeving. En ik denk dat je ook serieuzer wordt genomen op je werk in je nieuwe rol. Omdat je systemisch leert kijken. Niet alleen naar jezelf, maar ook naar je hele omgeving. Dus graag zien we je dan. Ja.